welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het talentenlab. Oké, vandaag de tweede, de uitdagingen. Voordat we daar naar gaan kijken, eerste vraag natuurlijk. Heb je de uitdaging aangegaan van het eerste filmpje? Dus de manier dat je over de dingen dacht, is dat nog altijd fixed mindset? Of heb je een keer geëxperimenteerd van een iets minder fixed mindset kijk te hebben op de manier van denken? En zo ja, wat was het effect? Zin er meer? Zin om nog een stapje verder te gaan? Ondertussen misschien al volledig growth mindset. Dat zou natuurlijk wel super zijn, maar je moet er realistisch in zijn. Dat is iets dat je stapje voor stapje doet. We komen daarmee perfect op onze tweede lijn in onze mindset flow. Onze mindset flow, de mindset flow van Talent Lab eigenlijk. Dus, naast de manier dat je over dingen nadenkt, gaan we het vandaag hebben. Wat is fixed mindset en growth mindset als we kijken naar uitdaging? Ook hier heel, heel belangrijk. Als iemand fixed mindset is, dus fixed mindset, hè, het valiesje. Je krijgt bij je geboorte wat je hebt en daar moet je het mee doen. Growth mindset, geen valiesje, maar een toolkit. Je krijgt een hamer en hoe meer dat je ermee gaat experimenteren, hoe meer dat je kan doen. Hoe gaat een fixed mindset persoon om met uitdaging? Zoals je ziet in de grafiek, als je een vaste mindset hebt, dan ga je uitdaging naar de weg. Waarom ga je uitdagingen uit de weg, is dan natuurlijk de vraag. Eigenlijk is dat vrij logisch. Aangezien dat je maar een valiesje hebt met de dingen die je kan, als er natuurlijk een uitdaging op je weg komt, dan is dat eigenlijk, zit het in het valiesje, zit het niet in het valiesje? En dan ga je mogelijk door de mand vallen. Dus wat doe je? Je gaat die uitdagingen wel vermijden waarvan je niet zeker bent dat je het in jouw valiesje hebt. Anders te uiteren, rechts van de tekening, supergroei. Ik zoek zelf actief naar uitdagingen. Als je een growth mindset hebt, dan is net dat je gaat opzoeken, omdat je net die dingen wil vinden waarmee dat je met je hamer en je moer en je sleutels en whatever, wat je in die toolkit hebt, kunt gaan beginnen experimenteren om te zien waar je die lat weer net iets hoger gaat krijgen. Dus, wat is dan hier heel belangrijk, is dus, je hebt je comfortzone, dat is hetgeen dat je al kan, dat is hetgeen wat je dus al in jouw valiesje zitten hebt en waarmee dat je aan de slag kan. Je wilt natuurlijk in die grote cirkel geraken. Niet voor alles, soms zeggen we hier thuis ook, laat mij er nu gewoon een keer fictie in zijn. Dit wil ik nu even gewoon niet leren. Maar probeer voor de dingen die je graag, waar dat je van droomt, probeer daar in die bol te geraken van where the magic happens. En ook hier weer is dat een gradueel proces waar je van een vaste mindset je uitdaging uit de weg gaat. Omdat je eigenlijk, de eerste reactie is altijd een beetje een paniekaanval van oeh, je kan er nog niet en wat gaat er allemaal gebeuren. Naar matig vast, ik kies voor een gemakkelijke doelen, dus begin met kleine stapjes te zetten. We moeten niet direct een marathon lopen als je nooit gesport hebt. Loop je al eerst een blokje rond en kijk waar dat je dan bent en ga zo stapje voor stapje en gemixt. Ik kies voor snel haalbare uitdagingen. Altijd die lat iets hoger te leggen en jou de kans geven om te groeien qua mindset naar die supergroei mindset, waar dat je eigenlijk op zoek gaat naar uitdagingen. Vanuit de tweede is korter, omdat het eigenlijk doorbouwt op de eerste. Dus ik zou zeggen, als je al geoefend hebt van je mindset, je kijk op je gedachten te gaan bijsturen. Kijk eens rond of dat je ook uitdagingen hebt waar dat je die gedachten nog wat meer kunt challengen. Zoek naar iets dat je eigenlijk nog niet zo goed kan, of waar dat je stapjes in vooruit wilt zeggen. En ga een beetje buiten je comfortzone, ga buiten dat klein cirkeltje. Eén stapje naar die grote cirkel en probeer naar kleine doeletjes te gaan en bouw dat geleidelijk aan op. Dus vanavond denk eens na, waar wil ik graag in groeien, waar wil ik graag dingen in bijleren, wat mijt ik nu eigenlijk een beetje en heb ik zo elke avond iets van, spijtig dat ik daar niet meer tijd in gestoken heb, want dat zou echt wel super geweest zijn. Kies zo één dingetje, zet morgen één stapje en zo stap voor stap zal je zien dat je meer van die fixed mind naar growth mindset gaat gaan rond uitdagingen. Pak eerst vooral een uitdaging van iets waar je van droomt dat je wel zou willen kunnen. En dat geeft intrinsieke motivatie, dat geeft drive om even een stapje verder te verzetten. Veilige doelen opbouwen en dan stapje voor stapje zal je in een growth mindset gaan als het over uitdagingen gaat. Download van het boek hieronder.
Nog eens herhalen, dus niet vergeten. En deel eventueel de uitdaging onder het filmpje als je iets hebt waar je over wilt delen met de andere mensen die het filmpje kijken. Want niks zo motiverend van te horen dat ook anderen met trial and error uitdagingen durven aangaan waar dat ze op het eerste zicht toch wat twijfelen of dat ze het wel zouden doen, zouden kunnen. Oké, veel succes en tot het volgende filmpje. Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marlijn gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van GroomyCoach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten. Wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromycoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is GromyCoach een team van, ja, ik ging zeggen 4 man, maar het is 1 man en 3 vrouwen. En we, eigenlijk is alles gebaseerd op het Growth Mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodanig dat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, die, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten. Gezien de coronatoestand is kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden. Rekening houden met de mindset. Denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben. Die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbehaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, en zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbehaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus, surf naar onze site. Like ons op Facebook, zodanig dat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met GromyCoach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden. En we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toekomen, zodanig dat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein die ook nog moet komen. Succes en bedankt voor het kijken tot het einde.